Stel uzelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Belinda Torres-Leclerc en ik sta op de tweede plaats voor Groen voor het Vlaams parlement in West-Vlaanderen. Ik ben 30 jaar en woon in Oostende, maar afkomstig uit Peru. Dus ik ben eigenlijk wat ze in Oostende een aangespoelde kunnen noemen. Ik werk al ruim 3 jaar met lokale boeren, vandaar ook mijn interesse in de landbouw. Ik ben ervan overtuigd dat zorg voor onze planeet en landbouw samen kunnen gaan. Samen kunnen we voor menselijker, eerlijker en gezonder Vlaanderen gaan. Waarom stapt u in de politieke strijd? Wel, toen de GroenLeden mij eigenlijk het vertrouwen gegeven hebben om op de tweede plaats te staan, vond ik echt dat het mijn taak was als jongere, als voormalig voorzitter van Jong Groen, om eigenlijk echt de stem van de klimaatgeneratie te vertegenwoordigen in het parlement. Ik denk dat het nu misschien meer dan ooit echt het moment is om onze stem te laten horen. Ik ben actief geworden sinds mijn 17e op lokaal niveau in Oostende eigenlijk, mede dankzij Wouter de Vriend, en dat is eigenlijk blijven duren. Welke quote heeft u gekozen? Mijn quote is eigenlijk in het Spaans en zegt Mujer bonita es la que lucha. En dat wil eigenlijk zeggen dat een mooie vrouw een vrouw is die strijdt. En dat is wel iets waarmee dat ik me identificeer. Ik vind vrouwen die opkomen voor wat ze achterstaan, een enorm voorbeeld voor jongere meisjes om het voorbeeld eigenlijk te gaan volgen. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Mijn politiek voorbeeld is iemand die eigenlijk al aangehaald is hier. En dat is eigenlijk Alexandria Ocasio-Cortez. Een Amerikaanse met Puerto Ricaanse roots, die ook 29 jaar oud is. En eigenlijk nog maar pas verkozen is in het Witte Huis in de Verenigde Staten. En ik kijk enorm op naar hoe dat zij eigenlijk als gedreven jonge Latina opstaat voor haar rechten waar dat zij in gelooft. Het is voornamelijk ook haar achtergrond, omdat je niet zo vaak eigenlijk Latina's ziet op internationale politiek of zelfs Vlaamse of nationale politiek. En om eigenlijk een jonge vrouw te hebben waarmee dat ik mij kan identificeren, is een enorme boost om eigenlijk dat werk ook verder te zetten. Wat zijn uw politieke interesses? Mijn politieke interesses zijn eigenlijk voornamelijk landbouw, omdat ik nu al meer dan 3 jaar werk met de lokale boeren. Ik werk in een organisatie van korte keten en ik denk echt, ik ben ervan overtuigd dat landbouw en zorg voor onze planeet samen kunnen gaan. En zo zou ik eigenlijk willen verder werken op het werk van Bart Caron. In de landbouw denk ik echt dat wij gaan moeten inzetten op een ander voedselsysteem. Korte keten bijvoorbeeld, maar ook agro-ecologische landbouw gaan ondersteunen. Daarnaast zijn ook migratie en samenleven thema's die mij nauw aan het hart liggen. En met Groen staan wij eigenlijk voor een nultolerantie van discriminatie, waar ik mij volledig in kan vinden. Bijvoorbeeld praktijktesten gaan doorvoeren, ik denk echt dat wij daar werk voor moeten maken. Wat kan er anders en beter in de politiek? De laatste huisbezoeken die ik eigenlijk gedaan heb, tonen eigenlijk aan dat heel veel mensen de polarisering en de politiek beu zijn. Dat dat zorgt voor een ver van hun bedshow eigenlijk, wat ze niet meer te veel mee willen te maken hebben. En dat is eigenlijk echt iets waar dat ik aan wil werken, met jongeren, met jonge groenen eigenlijk, om mensen terug te gaan verbinden, om terug samen te gaan werken en die status quo een beetje te gaan doorbreken. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb vandaag eigenlijk een paar krilaardappeltjes meegenomen, omwille van 2 redenen. Ten eerste komen de aardappelen eigenlijk oorspronkelijk uit Peru. En dat is ook bij mij het geval. Ik ben afkomstig uit Peru, maar opgegroeid in Oostende. En aardappelen zijn vandaag de dag ook niet meer weg te denken uit onze Vlaamse keuken. En ten tweede staan ze eigenlijk ook voor de lokale boeren, waar dat ik al die jaren nu al mee samenwerk. Ze komen ook rechtstreeks van een van mijn boeren. Dus daarom dat ik krilaardappeltjes meegenomen heb vandaag.